De Turtle Beach Air Force Stealth 600. Jawel, daar is die. Turtle Beach kennen we allemaal van de gaming headset. En meestal voor een klein budget. Ja. Deze zit in het iets hogere segment van Turtle Beach. En dat komt vooral omdat deze wireless is. Ja. En heeft, als je hem zo uitpakt, nou, ziet er wel uit als een solide headset. Die zo in hoogte verstelbaar is. Met natuurlijk een kantelbaar microfoontje. En natuurlijk, hij is wireless, dus hier heb je een USB-adapter of een dongeltje voor je wireless sound. Voor je PlayStation 4, overigens. Ja, je kan hem ook aan je PC hangen, mocht je dat willen. Ja. Dan werkt hij ook. Een kabeltje om hem mee op te laden. Zit hier twee knoppen aan de zijkant. Power on knop en de mode knop. Hier heb je nog een paar duels om hem harder en zachter mee te zetten. En je voice chat harder en zachter mee te zetten. Wireless headset, dan is het natuurlijk belangrijk, zit hij lekker? Ja, dat is natuurlijk een heel persoonlijke kwestie, want hoe rond is je hoofd, zullen we maar zeggen. Hij is over-ear, je kan hem een hoogte verstellen. Ja, sommige van die headsets hebben een leren afwerking of nep leren afwerking. Vooral in de zomer breekt dat me best wel eens op als ik lange sessies heb. Dus ik vind dat heel comfortabel. Nee, dit zit prima. Zeker voor langere sessies zit dat heel erg goed. Natuurlijk ga je ook waarschijnlijk chatten op je PlayStation 4 of op je PC als je aan het gamen bent. Met je maten terwijl je Fortnite aan het spelen bent of misschien PUBG of een andere game. Dan is de audio van de microfoon wel belangrijk. We hebben een kleine opname gemaakt, dus daar kun je nu naar luisteren. Dit is de microfoon voor de Turtle Beach Stealth 600 Wireless Gaming Headset met Virtual Surround Sound. Weet je nog hoe die klonk? Ja, dat klinkt best prima voor zo'n klein microfoontje. En hij zit namelijk ook best wel ver van je mond af. Ja. Dus je ziet hem ook niet zitten. Dat is ook wel fijn. Want soms heb je een microfoon die zit echt zo voor je mond. Of je zit je de hele tijd in je ooghoek, heb je dan zo'n klein frummeltje zitten. Deze niet. En je kan hem omhoog klappen ook als je het niet gebruikt. Dus best oké. Andere features die deze headset ook heeft is virtual surround. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Omdat je hebt best wel een voordeel als je een gamer bent en je kan een beetje horen waar mensen vandaan komen, zeg maar. Ja, en dan heeft deze ook nog eens een keer de functie. Je ziet het hier al een heel klein logotje hebben ze. Superhuman hearing is dat. Er zit een functie op deze headset, die kan je aan en uitzetten. Je kan die kleine geluiden zoals voetstappen kan die boosten, zodat jij een klein voordeel hebt op je tegenstander. Yep. Zodat je ze misschien van achter hoort aankomen sneaken. Al met al een prima headset voor een wat kleine budget. Wireless, dus als je geen draden wil rond je PlayStation of je PC, dan zou dit een prima keuze kunnen zijn. Absoluut waar.